Welkom bij een nieuwe Filmkings. En dit is een ander soort Filmkings dan anders, Emiel. Ja. Ten eerste is hij niet alleen niet premium. Oh, hij is open voor iedereen, omdat onze premium members ervoor hebben gezorgd dat we deze zomerweek een aangepast programma kunnen draaien. En Koos die is bij een trouwerij. Kijk eens aan. En die zit hier meestal met mij. Ik moet ook zeggen, dat is gewoon zo gegroeid. Dat is ons eigenlijk een beetje in de schoenen gedrukt. Ja. Geen woord is, maar dat zeg ik nu. Hier heb je Filmkings. Ja, oké. Okay, nou, dan doen wij het nu bijna elke week. Maar nu ben jij erbij. Want, en toen zei je van, ik kijk eigenlijk heel weinig films. Ik had liever een serie Kings gedaan. Ja. Maar je had hem helemaal niet gekregen dat we dat tegenwoordig gewoon altijd samen doen. Ik had echt nog in mijn hoofd dat serie Kings iets heel anders was dan Filmkings. En dat het een overtreding zou zijn als ik een serie zou meenemen. Dus... maar er zijn nog wel een aantal series die we gewoon kunnen bespreken. Want... ja, nou, dan laten we dat zo doen. Want we doen eerst wel altijd, tenzij we echt alleen één serie bespreken of één review doen van een film. Maar bespreken we ook gewoon wat nieuws. Ja. En normaal gesproken zijn dat tig nieuwtjes. Heel vaak zijn het nieuwtjes over superheroes of over Netflix. En in dit geval zijn het twee nieuwtjes over superheroes. Nou, gruwelijk. Ik ben een groot superheldenfan. Dus wat dat betreft, ja man. Van de films ook? Ja, ik denk dat de enige films die ik de afgelopen tijd echt in de bios heb gekeken, dat waren de spektakelfilms, de superheldenfilms. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Want ik hoop ook dat je naar Blade Runner bent gegaan. Ja. Dan zit je hier helemaal maar die is goed. Toch, die is, kunnen we dat nog bespreken? Is dat niet te lang geleden inmiddels? Het is wel lang geleden, maar je kan wel even heel kort zeggen wat je ervan vond. Ja. Want wij vonden hem allemaal fantastisch. Ik vond hem ook fantastisch, maar ik moet je wel zeggen, ook beter dan het origineel. Is dat gek? Ik vond hem veel beter dan het origineel. Ja, ik in principe ook omdat het een modernere film is. Het is niet een moderne film zoals alle andere films tegenwoordig zijn. Nee. Maar de andere film is echt traag, verouderd. Ja, maar door de legacy die het heeft en door de inspiratie en gewoon letterlijk de plek die het heeft in film, in de filmwereld, gewoon in de filmhistorie, vind ik, door dat vind ik hem wel nog beter dan de nieuwste. Snap maar dat is net als met Citizen Kane. Dat is ook zo'n film waarvan iedereen destijds zei van, maar die heeft zoveel dingen als eerst gedaan. 1984. Ja, maar ik vind het niet te kijken, man, die rotzooi. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Het is heel erg kut misschien, maar... Nee. Ik heb daar het geduld gewoon niet voor. Heel soms wel in verschillende delen. Zoals bijvoorbeeld Seven Samurai van Akira Kurosawa. Fantastische film. Maar die kijk ik over een week of zo. Ja, iedere keer, wat is het, 20 minuutjes, 30 minuutjes en dan... Zo kan je het zien. Ik heb het inderdaad dat soort films in een tijd gekeken dat ik net op de HBO zat. Dat ik heel veel wilde bijleren en wat dan ook. Ook omdat ik video ging doen op mijn school. Ja. En toen heb ik echt inderdaad gewoon alleen maar dat soort dingen gekeken. Dus ja, ik kan er nog steeds wel naar kijken, omdat ik dat in mijn hoofd heb. Met dat ik toen in die hele leergierige modus zat. Ja, maar Blade Runner 19, wat is het? 2049. De vetste film van vorig jaar, omdat hij had gewoon scheid, Denis Villeneuve, aan wat films tegenwoordig doen. En die nemen wat het moet zijn, ja. En die nemen je mee aan het handje. En die zorgen dat er niet te veel extreme in een film zit, zodat er niet mensen weglopen daar, omdat ze zeggen, omdat het niet hun stijl is of omdat het niet hun ding is. Dus elke film is heel, vind ik hoor, dat is mijn filosofie die ik de laatste tig Filmkings ook een beetje heb opgesteld. We hebben Solo besproken, weet je, al die films, alle... Ja, je zou denken van, er kunnen epische dingen in voorkomen, maar... alles heeft mist relevantie of zo. Het is allemaal leuk, maar alles... Alle andere films, behalve Blade Runner, missen relevantie? Bijna toch? Wel. Niet per se alle films. Maar waar zit het alle films? Maar ik bedoel meer van dat... snap je wat ik bedoel? Dat wanneer... Heb je Solo gezien? Nee, Solo heb ik nog niet gezien. Oké, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is een beetje het Disney-randje. Van er is een bepaalde marge van mensen die ze willen aanspreken. Ja. En er is een team van waarschijnlijk 10 man. Ja, die kutten dat eruit, zeg maar. En Blade Runner had dat wat minder. Ja, met Blade Runner, die heeft gewoon zoiets van... als wij een in- en langzame film willen maken... met prachtige fucking cinematografische shots... Ja. Dan doen we dat, of dan doe ik dat. Maar ik vond het nog best meevallen hoe langzaam die was... En ik vind ook dat die beelden je genoeg vragen gaven terwijl je ernaar keek. Iemand die met een grote fantasie, die gewoon echt kan genieten van mooie schilderijen desnoods. Ja. Ook mensen die niet naar schilderijen kijken, die hebben een minder coole tijd met Blade Runner. Dat snap ik, ja. Inderdaad. Dus dat idee. Maar nogmaals, normaal gesproken beginnen we met wat nieuws. En in dit geval hebben we nieuws over twee... eigenlijk over één Marvel-productie. Ik las het al. Namelijk... Guardians of the Galaxy 3.
Ja. Heb je 1 en 2 gezien? Absoluut, man. Ja? Absoluut. Ik heb... 2 hebben we trouwens wel eens over gehad ook, ja, natuurlijk. Dat zijn wel een toffe film. Ja. 2 vond ik vreselijk. Nee, mijn god. Hebben we daar niet relevantie. Een soort van... Nul relevantie met de MCU. Oké, okay, niet nul. Adam Warlock en wat character building. Maar voor de rest ja, vond ik het... Maar alleen al de introductie van Mantis bij 2. Vreselijke karakter. Wat? Fucking grappige karakter. Nee, vreselijk. Zij in combinatie met Drax the Destroyer is voor mij echt goud, weet je. Die 2, die vullen elkaar zo goed aan qua weirde personages. Plus... Rocket Raccoon, die gewoon een heel bos aan mensen uitschakelt. Ja, nee, dat was een leuke scène. Dat was echt gruwelijk. Ja. En verder, ja, ik gaf niet zoveel om de story rond, hoe heet onze star? Peter Quill. Ja, Peter Quill en zijn daddy-o en zo. Nee, daarom. Maar dat was dus de hele film. De hele film die draaide om Peter Quill en zijn daddy-o. En het heet Guardians of the Galaxy. En ze komen op letterlijk 2 planeten. Ja, ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Dat zijn van die puntjes, daar kun je het op doen. Maar ik heb ook al die strips gelezen. Hè? Dus ik vind het ook grappig om te zien welke kleine nuances de MCU aanbrengt in het verhaal van de Guardians of the Galaxy ten opzichte van de strips. En dat zijn best nog wel wat veranderingen. Ja, maar ze doen het wel op een hele eigen, maar soort van ook wel een manier die eigenlijk altijd wel cool is voor de mensen die ook best wel, weet je, of niet? Vind je het niet goed? Nou, ik vind het namelijk wel altijd goed gedaan. Oké, okay, ik vind soms dat ze, en dat vind ik dus dat Disney-achtige bijna, een shortcut nemen op iets wat gewoon dieper ligt, weet je? Dus iets wat er in het verleden is gebeurd en wat impact op de toekomst heeft in de strips. Wat ook bijvoorbeeld met Avengers te maken heeft, waarbij één iemand gewoon bijvoorbeeld een grote fout heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat wordt gewoon allemaal niet getoond en er wordt gewoon dat hele, als ze dat stereotype... Ja, want anders worden de films te lang. Ja, misschien wel. Maar als ze dat stereotype nodig hebben van dat ene karakter, dan plakken ze dat maar even op dat andere karakter. En dan heeft die rol in het verhaal, terwijl je wel dat fenomeen of die gebeurtenis uit de strip. Maar dat is de MCU, maar ik vind het wel altijd kloppend, zeg maar, of wat dan ook. Ik vind het wel... Ze doen het over het algemeen goed, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, precies. Het is geen DC-drama of zo. Nee, dat is echt een hele andere ballgame, inderdaad. Maar Guardians 3, die zit nu zonder regisseur, want James Gunn is ontslagen. Ja, bizar. Heb jij de tweets gelezen? Nee, man. Het ging ongeveer 10 jaar geleden. Hier, dit is James Gunn. Ja. 10 jaar geleden ongeveer was hij een ander persoon, zei hij nu hij ontslagen is. Want hij heeft een soort van statement ook gegeven. En toen was hij een provocerend persoon. Okay. Toen vond hij het leuk om letterlijk vieze nare grapjes te maken. Ja. En hij bedoelde het dus niet op die manier zo. Maar heel veel grapjes over seks en kinderen. Okay. Dat soort dingen. Ja. En ik moet zeggen, ja, er is een kant van mij die gelooft zeker dat hij dat gewoon provocerend en als grapje heeft bedoeld. Okay. Je weet het ook niet, weet je. En aan de andere kant, misschien, weet je, zat er in elke joke wel een truth, omdat hij een soort van verstaat. Ja. Ik weet het niet, maar anyways, weet je, hij heeft vreemde grapjes gemaakt. Okay. Weet je, gewoon op Twitter, super openbaar. Dat hebben ze met archive.com, want hij heeft het natuurlijk wel gedelete. Ja, en helemaal nu die dus zo'n grote regisseur is geworden. Maar heeft hij het gedelete op archive.com. Hij heeft een of andere ontzettende conservatieve Amerikaan, Trump supporter, wat dan ook, heeft dat opgezocht. En ook een correspondent volgens mij. En heeft dat weer de wereld ingeschoten. Van, deze guy heeft dit gezegd vroeger. En alles soort van wat over kinderen ging. Wat je allemaal bij elkaar geplakt en gehighlight. Van, nou, dit kan je toch eigenlijk niet zeggen. Maar dit is... Het was ook wel, en sommigen waren natuurlijk totaal out of context. Want sommigen waren ook replies op andere mensen. Die waarschijnlijk dus het op dat moment juist in een lastig pakket zetten. Ja. Hij maakte gewoon een nare snerende grap over. Of wat dan ook. Maar dit stond er gewoon inderdaad, weet je, zo out of context. Waren het inderdaad gewoon hele smakeloze kutgrappen. Heeft hij ook gezegd. Ja. Van, ik heb... In het verleden inderdaad was ik een andere persoon, had ik een ander soort humor, was ik een ander soort mens, heb ik grappen gemaakt die heel erg onsmaakvol zijn, heb ik ook weggehaald, heb ik spijt van nog steeds. En dat Disney mij hier nu ontslaat, dat moet ik accepteren. Ja. Want afgezien van dus dat ik wel een andere persoon ben, heb ik dit ooit gezegd. En als dat niet bij de normen en waarden van Disney past, wat natuurlijk heel logisch is, is dit wat er moet gebeuren. En dat vind ik jammer. Ik vind het moeilijk, man. Om dit te horen. Het is een beetje in de jaren 90, toen ik mijn eerste huispagina opende. Toen zeiden met name mijn oudere familieleden tegen mij:
ja, kijk wel uit hè, met wat je allemaal online zet. Ja. Want dat kan nog altijd, dat gaat nooit meer weg eigenlijk. Hè? Dus kijk echt wist, tof dat ze dat wisten, dat het nooit meer wegging in ieder geval. Ja, dat wel. Maar dat is gewoon zo'n fenomeen wat je dan beschrijft. En dit is letterlijk dat. En ik heb het gevoel alsof in een wereld leven dat wie dan ook, als je die wil pakken... Ja, je kan altijd Slack vinden. Je kan altijd Slack vinden. En je, zeker als de spanningen hoog zijn, weet je wel, of de bedragen of de belangen. Ja. En hierbij denk ik dan... Ik moet zeggen dat ik niet weet wat deze conservatieve Amerikaanse persoon hiermee wilde bereiken. Maar misschien nee. Vond hij het gewoon een irritante linkse man of iets dergelijks. Ik weet het niet. Maar dat voelt in Amerika ook... Ik vind het moeilijk ook daarom om er iets over te zeggen. Kijk, ik vind gewoon de eerste twee Galaxy films heel cool. Ja. En ik vind het gewoon heel erg jammer dat waarschijnlijk de, nou ja, dat anders wordt dan met drie. Of dat het onzeker is. En, wat nou als bijvoorbeeld Taika Waititi hem gaan doen, die gewoon Ragnarok heeft gemaakt. Heel vet. Dan wordt het super cool. Tuurlijk, maar wel weer anders. Ja. Weet je, ja. Het heeft wel een andere vibe. En het, ik denk ook wel met creatieve mensen, je bent lijp. Weet je, wij zijn ook gekkies. Wij zijn ook rantebielen. Wij hebben ook verkeerde grappen gemaakt. En moeten en dat, daar hebben we het vaak inderdaad ook over in Filmkings. Wanneer er bijvoorbeeld weer eens een keer iemand inderdaad, weet je, wordt aan het kruis wordt genageld voor seksuele intimidatie of dit of dat. Soms is dat natuurlijk voorkomen terecht. En af en toe is het ook gewoon een fine line van, nou oké, weet je, wat is er precies gebeurd? En worden de dingen niet aangegrepen? Weet je, worden de dingen soort van half groter gemaakt dan dat ze eigenlijk waren? Ja. Om maar spotlight te krijgen of geld of wat dan ook. Ja. En dat is het moeilijke ook aan, omdat Amerika en zeker Hollywood zo'n idiote cultuur heeft. Tenminste, voor mij idioot. Het is allemaal heel extreem, weet je. Ik weet nog dat ik in L.A. toen een keer een Uber had. Hmm. En dat er keihard geremd werd in één keer. En dat die chauffeur zei, ja, ik moet gewoon uitkijken. Want soms springt er een zwerver voor mijn Uber. En die wil gewoon schadevergoeding van de verzekering. Dat soort maatschappelijke problemen, weet je. Ja. Dat je gewoon denkt van, mensen zijn gewoon met iets bezig. Waarvan je zelf denkt, het is zelfdestructief. Maar uiteindelijk probeer ze op die manier iets uit te halen. Ja. Daardoor vind ik het heel moeilijk om over dit soort Hollywood dingen te oordelen. Want ik geloof ook wel weer met die seksschandalen, met die Weinstein en zo. Dat het wel ook echt een soort, bijna een cult is geweest, weet je. Een soort secte met macht. Dat je heel moeilijk daaruit breekt vanuit een bepaalde positie. En dat is ook heel erg kut. En daarvan hoop je ook dat het beter wordt dan, maar moeilijk te zeggen. Ik vind zelf jammer wel dat Guardians 3 dan waarschijnlijk een ander soort smaakje gaat krijgen, maar zoals je al zei, als een andere regisseur is die in zijn hele leven al heilig is en nog nooit wat misdaan heeft, die dat wel kan gaan doen, dan... Kan. Nee, maar wat, ja, weet je, in dit geval, ik vind het helemaal terecht dat Disney dit gedaan heeft. Je kan als Disney zijn inderdaad niet, als dit uitkomt inderdaad, en je kan er niet zeggen van, oh ja, dat was vroeger. Want dat waren schunnige vakken kindergrappen, weet je, dat is weird. Absoluut, als Disney is het heel moeilijk, maar daarom op een gegeven moment word je... En hij neemt het ook een soort van, ja, weet je, kut. Echt heel jammer, maar dit is inderdaad wel... Ik begrijpelijk. Ja. Ja, maar toch zou het ook alweer een keer tof zijn als er een bedrijf voor identiteit maar Disney kan is dat die... niet zijn. Nee, dat is waar. Dat is gewoon het ding. Maar zeker weten, er komt zeker een keer bedrijf. Er komt een keer een bedrijf dat Kevin Spacey gewoon weer aanneemt. Ja, maar dan kan je lachen, maar dat gaat gebeuren. Nee, maar weet je, dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Ik zit me alleen af te vragen gelijk van wat voor bedrijf is dat? En het is een beetje binnen games heb je Devolver. Ja. Devolver doet een ding op een eigen manier. En die zeggen ook als mensen gaan zeiken online van, oké, nou fuck you, dan ben je toch niet onze klant. Dat is toch oké, weet je? Precies, je hoeft het niet te precies, en dat mis ik soms een beetje met dit soort dingen. Want de excentrieke creatieve producten krijg je alleen maar door de eigenzinnige makers. Ja, en die doen vaak gekke dingen. Die inderdaad. Doen domme dingen, helaas. Inderdaad. Hey, andere superhero nieuwtje. Niet per se van Marvel, maar wel van Sony. Venom. Heb jij Venom strips gelezen? Absoluut. Ja, en dat dacht ik al. Groot Venom-fan, altijd al geweest. Venom. Venom-fan. Venom. Dat is gewoon F-A-N-O-M. Venom. 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 Venom-fans, die heten Venoms, toch? Net zoals Beliebers. Is dat zo? Weet ik veel. Venom. Venoms. Vet gevonden, man. Ja. Venom. Anyway. Dit is hem. Dit is een goede Venom. Dit is een goede Venom. Hij is lekker smerig. Ja, hij op Venom. Hij gaat richting Carnage. Ja. Venom is wat mij betreft een beetje Spider-Man meets de Hulk meets... Spawn. Spawn, ja. Ja. Nee, zeker. Maar er zijn dus foto's, set footage en wat dan ook. Volgens mij is er namelijk ook een ding is waarin je... Want het is straks Venom. Geen superheroes erin, want hij is natuurlijk een beetje een anti-held in deze film. Ja, oké. Okay. Ja, maar hij is een anti-held, toch? Hij is geen superhero.
Hij is een antihero. Een crook in het begin gewoon. Ja. En later evolueert hij naar iets met wat minder eigen persoonlijkheid. Maar Venom is bijvoorbeeld onderdeel van Guardians of the Galaxy. Wist je dat? Ja, nee. Om een voorbeeld te noemen. Stukken gezien. Ja. Ja, precies. In sommige dus het ligt maar net over welke tijd. Je dat ja, maar ik vind het nog steeds daarom. Door de origin en wat dan ook. Het blijft een anti-held. Maar gewoon op, weet je. Maar inderdaad, hij is niet een villain ook. Hij is niet een crook op zich, weet je. Het ligt ook maar net aan wie de Venom suit heeft natuurlijk. Er zijn ook dat. Ja. Beings die hem hebben gehad. En, zeker weten. Maar dus de Venom gaat het opnemen tegen andere symbiotes. Ja. En die, volgens mij, hebben daar ook een foto van. Oh, Carnage, dat hoopte ik ook. Ik vind Carnage dus nog doper dan Venom. Ja? Gek, hè? Ja. Ja, snap ik. Ik wist helemaal niet dat Carnage rood was. Ja, ja, ja. Carnage. Ik heb een van de allereerste strips die ik ooit had, was Spider-Man versus Carnage. Ze zijn aan de tong. Ze zijn aan de tong, inderdaad. Sick. Was Spider-Man versus Carnage dus. En ja. Waarbij, ja, ik weet niet, gewoon het hele concept van Carnage vond ik enorm fascinerend. En toen kende ik Venom dus nog niet eens als kind. Okay. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik, wow, het is nog een toffere versie, weet je. En ik weet niet, die liefdesverhouding met beide karakters heeft zich afgewisseld. Dus ik vind het heel tof. Ja, hebben we nog een foto? Kijk, dit is de hele crew. Old school. Inderdaad, een tekening van een bepaalde symbiote. Volgens mij is Riot die gast in het midden. Dat is ook waarom het, waarover het gaat draaien, volgens mij. Cool. Maar dus gewoon meerdere van deze guys tegen The Venom. En dat is inderdaad iets wat jij wel gaat volgen. Ja, ik vind het best wel dope inderdaad. En verbazingwekkend. Want ik zat ook te denken, omdat ze mogen natuurlijk niet de andere heroes gebruiken. Dat is een beetje het ding, ja. Daarom willen ze zoiets van, nou, dan doen we maar Venom. Ja. En dan gaan we daar gewoon een eigen kleine dingetje van maken. Kijk hier, sick first look. En ja, dat doen ze op zich wel heel erg goed, vind ik. Ja, nee, ik denk, je vond alleen de eerste trailer niet zo tof, zei je. Nee, ik miste een beetje de passie, zeg maar, van de maker. Ik vond het een hele droge superheldenfilm. Of niet echt, ja, anti-hero film. Ja, snap ik wel. Ja. Het voelde, zeg maar, tegenovergestelde van wat ik met Deadpool 1 had. Dat voelde heel erg als gewoon van, oké, we kennen die strip. Het is een liefdesproject ook, hè? Ja. Dus dat is al heel andere dingen. Goed om daar naar over te gaan. Ja. Want je had wat dingen waar je het over wilde hebben. Precies. Films. Je zei net al, films kijk je niet heel veel. Gek genoeg niet. Nee, ik zat te denken ook ter voorbereiding ook van dit item. Van nou, oké, wat wil ik dan bespreken wat ik pas geleden heb gezien. En ik had altijd wel een stuk of 5 films, weet je. Waar ook een paar wat meer excentrieke films bij zitten. Of wat kleinere films die ik dan via heb gekregen. Ja. Ik doe eigenlijk 3 dingen heel veel. Ik check series, ik game natuurlijk. Ja. En YouTube documentaires. For some reason zit ik nu in een fase van mijn leven waarin ik docus check over de Koude Oorlog. Over opkomst van communisme in Noord-Korea. Het heeft heel vaak wel te maken met grote politieke dingen en historische gebeurtenissen. En van welke soort van outlets, publishers, wat dan ook? Varieert en gewoon echt gewoon YouTube, gewoon wat je tegenkomt en je vindt het vet. Het maakt niet uit waar het voor. Je hebt op een gegeven moment wel, kijk, National Geographic, weet je wel, dat is altijd iets wat goed is. History Channel is bijna altijd iets wat kut is. PBS is altijd iets wat redelijk oké is. Dus ik weet inmiddels wel een beetje wat de kwaliteit is en wat kut is. Ja, maar niet soort van, het zijn weinig, hoe noem je dat, gewoon eigenlijk gewoon onafhankelijke makers YouTube. Nee, die. Ja, maar gewoon letterlijk YouTubers die dingen maken. Nee, die zijn natuurlijk ook, weet je. Gewoon, maar het zijn wel echt gewoon wat meer de echte documentaire platforms. Absoluut, ja. Dus, cool. En ook wel de wat grotere producties zoals die op YouTube staan. Dan check tips ik dat ook wel. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik heb gewoon een hele grote fascinatie. Dus ook met communisme achter de rug. Met name ook omdat... Je bent van afgekikt. Ja, maar zo gaat het bij mij altijd. Het gaat altijd in hele grote pieken en dalen. Maar ik vond gewoon het idee heel erg fascinerend dat het in Oost-Duitsland er zo anders aan toe ging vroeger. En 2 jaar na mijn geboorte nog, weet je. En dat het in 1 keer totaal veranderd is. En Noord- en Zuid-Korea had ik hetzelfde mee. En dat komt vooral door dat culturele geloof of culturele politieke geloof in het communisme en de rest dan in een kapitalistisch systeem. En je ziet nu steeds meer onder de jongere generatie dat er veel weerstand is tegen het kapitalistisch systeem. Omdat jongeren heel veel werken en daar heel weinig uithalen. Jongeren kunnen geen huizen kopen en dat houdt me heel erg bezig, zeg maar. Dus vandaar die fascinatie van wat ging er dan mis met het oude communisme en wat voor kutte dingen zit erin en wat voor positieve dingen zeggen oude Oost-Duitsers erover. Maar goed, en ik check dus veel anime. Ik ben Boruto aan het kijken. Ik heb Dragon Ball Super gecheckt. Wat heb ik nog meer gecheckt, man? Holy shit. Check je veel Netflix?
niet zoveel meer, nee, eigenlijk. Je bent, you move beyond that? Ja, ik heb Comedians in Cars Getting Coffee al gezien. Dat vind ik een van de leukste. Maar vind je dat echt leuk? Ja, ik vind het heel erg leuk. Jij niet? Vind je dat verschrikkelijk? Ja, weet je waarom? Omdat ik zie als productie. Creator. Ja. Nee, dat vind ik prima. Die productie is juist tof. Maar ik zie als creator dat ze daar zeker 4 uur op stap zijn geweest. Ja. En ze knippen alles aan stront. Ja. Om er echt iets van een kwartier van te maken. En heel 5 minuten lang footage shit van boten en van een koffiemachine. Ja. Dus 10 minuten aan... Ja. 2 briljante comedians in een auto. Ja. Die daar dus waarschijnlijk 4 uur lang vette gesprekken hebben. Ja. En ze knippen alle grappen helemaal aan stront. Ja. En net met een soort van kleine introductie en een grapje. Ik snap het. Want ik heb dat ook gezien. Ik vond het ook jammer. Maar bij sommige gasten is de dynamiek leuker dan bij anderen. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had het vet gevonden als een soort behind the scenes was. Gewoon de volledige real. Dit moet een uur zijn. Ja, ja, maar tuurlijk. Dit moet een uur zijn. Maar dit moet gewoon. Dit is letterlijk kapot geknipt. Letterlijk. Maar ik denk ook dat het moet, man. Jerry Seinfeld zelf is ook best wel, denk ik, een moeilijk persoon tegenwoordig om altijd maar te kunnen handelen op die manier. Dat had je al bij Seinfeld. Dat sommige mensen zeiden, ik vind Seinfeld heel dope, behalve Seinfeld zelf. Ja. Jerry Seinfeld is, vind ik, hij doet die show goed. Maar ik denk niet dat hij het zo draagt dat elke aflevering gevarieerd genoeg zou zijn als het zo lang zou duren om het nog te tolereren. Ja, misschien de variatie erin, maar het is in ieder geval dat ja, de gesprekken daadwerkelijk gesprekken zijn en niet 10% van een anekdote. Niet audiobytes inderdaad. Ja, nee, ja. De audiobytes vreselijk vind ik dat. Maar dat maar je had 2 films waar je het over heel hebben. Ik had trouwens wel op Netflix nog Luke Cage 2 gekeken, seizoen 2. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, voor de mensen die nog zitten te twijfelen van moet ik dat gaan kijken, doe het, maar skip de eerste 2 afleveringen. Ik wou net zeggen, ik ben afgehaakt na aflevering 3. Terecht. Ik was klaar. Je hebt heel veel. Ik ga het nog wel kijken hoor, maar ik had geen urgentie erbij. Ja, die eerste aflevering was zo slecht. Ja, 2 ook. Die eerste aflevering was net alsof je zeg maar een net afgestudeerde regisseur vertelt. Een actiesoap laat maken. Ja, nee, maar als je die gewoon vertelt van... Hey, we hebben seizoen 1 gemaakt van Luke Cage. Nou, dat ging hier allemaal over. Yeah. Maak jij nu maar de nieuwe aflevering van een nieuw seizoen. Nou, dan gaat die stagiair aan het werk of die, weet ik wat, net afgestudeerde. En die gaat dan vanuit zijn of haar visie helemaal proberen die eerste aflevering in elkaar te jassen. Want dat begint gewoon met een soort kapotte rehash van alle stigma's uit het eerste seizoen. Kijk, dat doen we nu ook weer. Leuk, hè? Ja, dit was waarom je Luke Cage tof vond, toch? Ja, hij is de savior of the hood en dit en dat. Ja, terwijl ik zoiets had van, ja, maar dat weten we al. Laten we verder gaan, weet je? Want hoe gaat het nu met hem? En dat komt pas vrij laat op gang. Alleen de crook van dat seizoen, de Bushmaster, die Jamaicaans. Ja. Holy shit, dat heb ik daarvan genoten. Ja, dat dacht ik al. Daarom, ik had zoiets van... Wasguan Brethren. Echt, jongen, die manier van praten, heerlijk. Ik kan er echt van genieten. Ja, nee, precies. Oké, cool. Dan moet ik hem inderdaad dus nog een keer verder kijken. Maar ik was inderdaad afgehaakt, ook door het weer en wat dan ook. Hoor. Ja. Weet je, ik ben gewoon niet een druk filmke of seriekijker nu ook op dit moment. Nee, oké. Voor mij is het dus ideaal als het eindelijk afgekoeld is en je bent eindelijk aan het chillen weer thuis, dan vind ik het lekker om... En dan heb je een vette back-catalog aan dingen die je kan kijken, inderdaad. Maar je had zoiets van, nou, weet je, je zei net van, oh wacht, kunnen we het ook over series hebben? Want daar kijk ik eigenlijk wel de hele tijd naar en films eigenlijk niet. En toen kwam je inderdaad, de laatste 2 films die je hebt gezien waren Deadpool 2. Ja. Nou, vet. Weet je, dat ja, tuurlijk. Ik vond echt scheidfilm, man. Nee, rot op. Echt. Ja, ik heb hem nog niet gezien, maar ik bedoel meer van Deadpool is gewoon vet. Hoezo? Funny as fuck? Nee. Nee? Er zit één wel leuk. Deadpool 2 is zo'n film dat als je de trailer hebt gezien, dan heb je alle leukste momenten gezien. Ja, dat is zonde. En daarnaast doen ze een aantal dingen, zoals hier Dopinder, die we al uit deel 1 kennen. Mm-hmm. Die komt dan weer terug en dan heb ik het idee, je bent op geen één moment in de tweede film grappiger geweest dan in 1. Okay. En in 1 heb je nog de kwaliteit van het frisse ervan, ja, weet je? Precies. Het grappige dat die... En de open en eerlijkheid is tof. Maar ik vind het concept van de film, vind ik gewoon, ja, het voelt als een herhaaloefening die minder was interessant Cable is. Niet vet? Dat moet toch wel? Cable was echt gewoon niet wat ik van de strips van Cable ken. Alleen al hoe die cartoons die cape wegdoet. Dat doet Cable niet. Cable heeft geen cape, rot op met je soort van... Ik weet niet, er zaten veel van dat soort kleine dingen in dat ik dacht van... Het is wel Cable en het lijkt op Cable, maar het voelt niet als Cable.
En dat had ik eigenlijk met die film helemaal wel. Dat ik dacht van, er zijn heel veel dingen die geforceerd op me worden. Omdat ze denken, oh ja, Deadpool 1, wat was succes ervan? Ja, dat gaan we nu weer doen. Ja. En dat blijft een liefdesproject natuurlijk, dus... Ja, is dat nog steeds met twee ook zo? Twee is niet een... En ze hebben natuurlijk een stuk minder hard voor hoeven knokken... omdat één zo'n succes was. Maar hey, Terry Crews... Oh ja, dat vond ik wel trouwens heel vet van dit deel. Hoe heet ze? Die lucky chick, hoe heet Domino. Ze? Domino. Domino, die is echt fenomenaal. Echt een van de tofste karakters, vind ik, die erin zit. Ja. En Steve? Ja. Die dude, toch? Die heet Steve, heet die ook alweer? Die kerel. Die is er. En ik ga er niet te veel over zeggen. Ik vond het grappig hoe dat hele recruitment proces in de film verwerkt zat. Maar ik weet het niet, man. Het is toch... Ik ben nog steeds psyched om hem te zien, namelijk. Je moet hem ook gaan kijken en vorm je eigen mening erover. Maar het grappige was ook namelijk... Ik liep uit de bioscoop weg en mijn vriendin zei... Oh, dat was echt weer geweldig. En ik zei, wat een scheidfilm. Ik kan me gewoon voorstellen dat er andere mensen zijn die gewoon wel... Kijk, ik denk als je iets meer houdt van datgene wat je kent, krijg je weer. En dat is oké. Ja. Dan vind je het heel tof. En ik die altijd zoiets heb van, ja, maar wat is het vernieuwende? Ja. Weet je, ik geniet van zo'n Thor Ragnarok. Ja. Juist omdat het even fris aanvoelt. Ja, zeker weten. En mij stel je dan teleur. Dus dat... Ja, snap ik. Oké, cool. En dan heb je hier ook nog iets staan dat heet de Maze Runner 3. Ja. Je zegt het inderdaad echt alsof het een soort kanker is wat ik hier... Letterlijk, teen fiction is dat. Het is teen fiction, maar tolerable. Ik moet zeggen, stiekem heb ik ook wel mijn teen fiction sporen, maar Maze Runner vind ik echt kut. Heb je Maze Runner 1 gezien? Ja, vond ik echt kut. Hoezo? Vond ik gewoon kut. Ik vond het namelijk... Alleen al om de droplullige gezicht van die acteur. Oké. Ja. Daar kan ik moeilijk tegen inbrengen. Ik vond die acteur ook niet super dope. Maar het toffe van de Maze Runner, met name deel 1, is het voelde voor mij heel gamey. Het hele systeem waarin ze zaten. Van je hebt een maze en het gaat één keer open. Gaat er nog serieus over praten, ook over die Maze Runners? Ja, het mag niet van jou, hè? Ja, maar wat ik zeg, teen fiction, we proberen dat zo min mogelijk te behandelen. Ik kan het iedereen aanraden. Ik had de vorige keer ook al de Maze Runner 1 en 2 meegenomen. En toen waren ook best veel mensen in de comments die zeiden van... Nee, ik moet inderdaad erkennen, ik ging erin. Het is geen Twilight, man. Twilight heb ik dus wel gezien, ja, precies. Nee, maar daar ga je al. Spoor. En The 100, dat is mijn andere spoor. En dat mag je wel bespreken of zeggen? Nee, Ik heb het er nooit over. Ik gebruik dat vaak als een soort van argument voor... Ja, je hoeft ook niet alles te geloven wat ik zeg. Nee, precies. Maar ik vind echt wel dat mensen Maze Runner moeten checken. En 3 eindigt de saga. En ik vind ook daadwerkelijk dat er leuke scènes in zitten qua spanning. Het heeft wel een beetje het gevoel inderdaad van... Kinder. Nou, misschien wel een beetje. Maar er zitten ook wel iets hardere dingen in, hoor. Er wordt best genoeg... Geneukt? Er wordt niet volop pilmaten gelikt. Hoe heet die guy nou ook alweer die Peter Baelish speelt? Die zit erin. Weer. Dus dat... Baelish, Littlefinger. Ja, inderdaad. Hey, maar steekt hij zijn Littlefinger ergens in? Ik geloof... Nee, weet je, ik ga deze film verder niet bespreken. Het post-apocalyptische zit er heel vet in. Thema, tegen de keur. Jij bent een zombie-fan, dus wat dat betreft... Ja, zeker weten. Wat ik zeg, je bent hier heel serieus de Maze Runner. Dude, ik denk serieus dat als jij ooit een moment hebt in je leven... en je weet gewoon even niet wat je moet doen... en je checkt de Maze Runner, dat je hiervan terug gaat komen. Ik zeg, sorry man, ik heb je best wel hard... Maar dan ga je het niet zeggen. Dan kun je niet over die scène heen. Ik zeg al dat ik de 100 hier en daar kijk. Ik ga nooit zeggen dat ik dit kijk. Ook al kijk ik het. Jelle, mensen vinden je ook dope als je zegt dat je de Maze Runner kijkt. Ja, weet je, dan accepteren ze je nog steeds. Ik heb al 2 van die kaarten gespeeld. Oké. Dus ik vond de 1 ook niet leuk. Weet je, ik moet zeggen dat hier en daar word ik op een domme, gek genoeg manier wel gepakt door fucking teen fiction. Ja. Maar daarin heb ik dan ook wel mijn gore pics, zeg maar. Okay. Ik zou dit nooit onderdeel van mijn identiteit laten zijn. Zoals een Pokémon dat kon doen destijds. Of een ik veel wat. Je hebt geen Maze Runner tattoo nog. Nee, precies. Nee. Dus zo ver gaat het bij mij niet. Maar ik vind juist daarom dat heel veel mensen schieten het af. En dan ben ik de guy die zegt, van, ja, geef de kans. Ja, nee, check het gewoon even. Hey, er is ander nieuws. Ja, we zijn hier nieuws, veel te lang ook bezig met deze hele intro. Sorry, man. Nee, maakt niet uit. Dat is ook wel, weet je, we hebben geen script. Nee, dat is waar. We hebben geen enkel item van ons. Maar we hebben eigenlijk nog een hele shitload aan Comic-Con trailers. Want de Comic-Con is natuurlijk nu. En misschien moeten we maar wat keuzes selectie maken. Je houdt wel van superhero shit, hè? Absoluut.
Misschien moeten we er ook gewoon een superhero ding van blijven. Nee, maar Bohemian Rhapsody zie ik staan. Ja, wil je die? Wil je die zien? Nou, dan gaan we nu eerst even kijken, speciaal voor Emiel, naar de allereerste echte trailer van Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Reality. I enjoyed the show. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be? No one will play us on the radio. We need to get experimental. Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Mark these words. No one will play Queen. Fortune favors the bold. Freddie, concerning your private life. What more do you need to know? I make music. I want to give the audience a song that they can perform. What the lyric? Ready, Freddy? Let's do it. You need to slow down, Fred. I just need a bit of time. What if I don't have time? We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. You're a legend, Fred. We're all legends. Dit is echt gewoon, er zijn denk ik weinig mensen in de historie die ik echt aanbid, weet je. Ik ben altijd heel nuchter richting mensen, maar Freddy is wel een van de mensen die ik echt op een enorm voetstuk heb staan. Ja? Ja. Misschien niet ook fout hier en daar? Iedereen is fout hier denk en daar. Denk je dat we dat hier gaan zien ook in deze film? Ik heb al gehoord van verschillende kanten dat het wel redelijk geromantiseerd wordt en beïnvloed is vanuit Queen zelf. Ja, dat vind ik heel jammer. Aan de ene kant. Aan de andere kant laat ze ook wel beeld zien wat zij van zichzelf willen nalaten, zeg maar. Dus dat is misschien ook wel weer interessant om dat op die manier te zien. Ja. Maar en ik vind dit soort pics altijd heel cool, weet je. Begon ooit met Ray van... Ray Charles, Jamie Foxx. Precies. Dat vond ik briljant gedaan. En dat betrekt hij weer heel erg bij de muziek en bij de tijdsgeest van toen. En ik denk dat dit dat ook wel heel erg kan gaan doen. Plus dat ik gewoon Freddy... Hij had zijn fouten, maar die zijn heel menselijk. Weet je, en dat vind ik juist het mooie eraan. Hij is een extreme van wat heel veel mensen zouden willen zijn, maar nooit zijn. Ja, true. Denk ik. Nee, ik moet zeggen, ik vind Queen ook tof. En ik ben heel benieuwd naar deze film. Ja. Ik vind het echt knap hoe die hem hier neerzet. Sacha Baron Cohen zou dat natuurlijk eerst doen. Ja. Maar die was het dus niet eens met het geromantiseerde script. Ja. En deze Zonde. Guy van, hoe heet die, Malik, Toby Malik, iets met Malik, die we kennen van die hacker, Shazam. Ken je die hackerserie? Nee, ken ik helemaal niet, man. Die ene hackerserie, hele tof. Ja, net heet niet Shazam, maar dat is mijn woordje voor als ik iets niet weet. Oh, nice. Godverdomme, maakt niet uit. Maar in ieder geval, die had zoiets van, fuck ja, ga ik doen. En ik vind hem echt heel sterk doen. En jij zegt van Brian May, vind ik ook heel erg striking. Dus, die is echt eng gewoon. Dat zegt bijna hem. Ja, ik vind het alleen jammer. Ik vind het aan de ene kant goed dat ze. Want je hoort natuurlijk gewoon dat Freddie Mercury zingt. Dat ze die tekst hebben gebruikt. Ik hoop dat het niet te duidelijk wordt in die film. Weet je, dat hij goed genoeg playbackt en dat soort shit. Maar hoe hij hem speelt en zijn bewegingjes en wat dan ook. Zeg. Ik ben er wel blij om. Want een van de redenen dat Freddie bij mij op dat voetstuk staat. Is omdat niemand ooit heeft kunnen zingen zoals Freddie. Nee, ik ben het wel met je eens dat het een van de beste zangers ooit is. Dat zeker weten. En we gaan in deze
deze film waarschijnlijk zien ook hoe die... Ik ken zijn verhaal niet. Dus nee? Dat, nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik ken hem gewoon als een van de dus beste zangers. Dus dat hij van Zanzibar komt. Ik wist wel dat hij een rare vader, ja, maar een soort van een vader inderdaad van een plek komt die je helemaal niet verwacht in, ja. in die trant raar. Oh nee, maar ik kan je wel een steengoede biografie aanraden van een man. Echt. Ik ga die film ook kijken. Ja. Dat is prima. Ja. Jelle en Lezen, dat duurt veel te lang. Dan zijn er geen drie filmkings achter elkaar omdat hij die fucking boek aan heeft. Ja, lezen. Dat is waar. Hey, ik zei net Shazam. Ja, en nu ik ben blij dat je hier gewoon de stap maakt. Ja, toch? Ik zie hier gewoon een trailertje staan. En dat is wel superhero shit. Dus laten we de trailer checken van Shazam. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18, give these people a chance. Because that's what they're giving you. This is Billy Batson. Make sure you make him feel at home. They seem nice, but don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Dude, just messing around. You look at me and you're like, why so dark? You're a disabled foster kid. You've got it all. If you could have one superpower, what would you pick? Everybody chooses flight. You know why? So they can fly away from this conversation? No, because heroes fly. What, you need your fake family to stand up for you? Hey! Man, sorry about that. Go, go, go! Grab it! Get out the way! Billy Batson. I choose you as champion. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say, okay! Shazam? This means Billy! What is happening? You're the only person I know that knows anything about this Caped Crusader stuff. Can I? Oh, yeah. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. AM to the PM, PM to the AM. You have super strength. PM, you just got Can you fly? If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. You okay? Why are you talking? PM, sit down. You know, I don't think that's gonna buff out. Your phone's charged. What the hell? You're like a bad guy, right? Gentlemen! You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window! Have a good but night! You're welcome for not getting robbed! Oh, hey. What's up? I'm a superhero. Shazam! Nou, wat vind je ervan? Nou, ik moet je zeggen, op het moment dat je een film van DC voorgeschoteld krijgt, dan zie ik een beetje een bord met poep voor me. Ja. Shazam was vroeger ook een van mijn faves. Ja? Ja, man. Ik ken de origin story van Shazam niet. Was hij een dat kind? Een kind, ja. Oh, dat wist ik hij dus is een niet. Kind. Ja, dat okay, ze dopen aan hem. En hij mocht gewoon kiezen van, ja, wat wil je worden? Ja, ik wil superheld worden. Oké, okay, cool. Ja. En het geinig is dat ze dat hierbij wel hebben omarmd. En dat ze ook wel, vind ik, de wat quirky nature van andere films als Guardians of the Galaxy of zo meenemen en dat erin gebruiken. Ja. Het is wel wat anders. Het voelt iets knulliger nog. Maar... Ja, het voelt als een kinderfilm. Het voelt als een toffe familiefilm. Dat, inderdaad. En misschien moet DC dat gaan doen, inderdaad. Want afgezien natuurlijk van The Dark Knight of wat dan ook. En Wonder Woman was was ook... Vond je niet goed? Ik vond hem niet zo goed als dat de wereld... Voor een DC-film was het de beste. Ja, zeker weten. Wou ik net zeggen. Nog steeds, al die slaapverwekkende Man of Steel drama's en ja, zo. Ja, precies. Ja, dat daarom. Dat was een stuk minder... Nou, trouwens, Man of Steel viel ook volgens mij wel mee.
Zoiets vond ik, maar die Justice League shit en Suicide Squad. Justice League heb ik nog steeds niet gekeken. Suicide Squad wel, maar dat vond ik ook niet. En dus die nieuwe Superman ook niet. Die vond ik dus ook niet goed. Maar je had Man of Steel, die daarvoor, met Brandon Routh. Die was cool. Ja, daarom dat Man of Steel. Die was niet slecht. Dat was toch niet Man of Steel? Ja, dat was Man of Steel, volgens mij. Nee, volgens mij was dat Superman Returns. Oh ja, dat kan wel kloppen. Dat was Superman Returns met Brandon Routh. En Brandon Routh is inmiddels een tweederangs superhero in die serie van hun, van DC. Oh echt? Ja, kut, is het Superman dan? Superman is een heel ander persoon, ik weet niet meer wie. Nu is Superman, maar na die film. Maar, ja, precies. Wie speelt hij nu dan in die DC? Die guy. Superclone. Iron Man clone is hij. De brilliant scientist die een suit heeft gemaakt. Jezus, ik weet zijn super heldennaam deze. Toen ik die serie nog best heb gekeken, maar ik vond het heel raar dat DC wel dus Brandon Routh heeft behouden. Ja, en dan je was eerst Superman, nu ben je deze... Nu ben je deze afgedankte. Hij kan ook niet heel goed acteren. Nee, maar en al die DC-series zijn gewoon niet zo goed ook, toch? Weet je, ze zijn pulp, ze zijn leuk, ze zijn team fictiony, wat dan ook. Ja. Maar nee. Guilty pleasure als je even precies moet doen. Dat soort dingen, guilty maar pleasures. Maar Shazam, familiefilm. Ik ga hem wel checken, denk ik. Ik moet zeggen dat ik zie er nog eentje staan. Ik heb hem toevallig gisteren al gekeken, omdat hij langskwam en het werd me aangeraden door een community member. Ik hoop dat jij hem nog niet gezien hebt. Het is namelijk Alita Battle Angel, wat echt een hele domme naam is. Okay. Maar ik denk namelijk dat jij... Ik hoop dat je dit kan waarderen. Dus we gaan hem nu checken. You told me the story of the war. When the ground shook and the sky burned. Of the ones that survived, who awoke to a different world, where the powerful prey on the weak. But that's not the way it has to be. When I found you, your very human brain was miraculously intact. It's the loneliest feeling not to know who you are. In time, you'll remember. I remember black skies, the lightning all around me. Alita is new here. It's a harsh world down here. You gotta be willing to do what it takes. Alita, run! Last of her kind. She contains technology that have been lost for 300 years. Let me show you something. This body, I feel a connection to it. I can't explain. You know more about me than you're saying. Alita, some things have been left forgotten. And I'll find out for myself. She's threatening the natural order of things. I need you to destroy her. Alita, they will come for you. I'll have to face them head on. I'm gonna need you to stand way back. Tonight is not a game. It is a hunt. Als je dan toch over teen fiction hebt, dan maar een soort van teen fiction die geregisseerd is door Robert Rodriguez met wat whoop-ass references erin. Best wel cool, toch? Gamey-achtige feel heel ook. Vet. Ja, ik vind het echt heel dope. Ik ben een groot Rodriguez-fan ook, dus verwacht niet anders dan dat dit gewoon mega vet is. Het heeft iets meer actie dan ik had verwacht nog. En ook een kinderfilm. Het ziet er ook uit als een familiefilm. Ja, als een kinderfilm, maar ik bedoel echt een familiefilm. Gewoon echt een Spielberg-achtige setting die en leuk is voor oude mensen en voor... kijk, de geluid staat erbij, maar is heel het gek erg... dat ik Alita ook een beetje op Shelley vind lijken? Ja, dat had ik echt nog nooit gezien. Nee? Nee. Nee. Die had ook altijd van die grote ogen en een klein lichaampje. Nee, die heeft ja, natuurlijk. Precies. Ja, nee, maar inderdaad.
Maar ik moet zeggen dat ik vond het in het begin een beetje irritant dat ze een Android was en dat ze niet zoiets hadden van we doen Uncanny Valley. We gaan het gewoon zo menselijk mogelijk laten maken. Want je ziet nu heel erg dat het echt een CGI ding is. Ze hebben die ogen heel groot gemaakt. Ja, express, waardoor het heel natuurlijk obvious is inderdaad dat het... Vond ik zonde. Ik had zoiets van ga dan gewoon die Uncanny Valley proberen over te steken en dat mensen denken van hé, is het nou CGI? Ja, is het nou precies. Echt? Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind die kung fu shit die erin zit, vind ik tof. En ja, dit kan zomaar eens een toffe film worden. De setting toch? Is natuurlijk ook een beetje cyberpunkish, maar de gewoon grimy, future-achtige oppression door middel van technologie. Ja. Daar hou ik altijd wel van, weet je. Alleen dat al, als je dat zegt, zo'n wereld hebben we en dan plak je er namens Robert Rodriguez overheen. Toch? Ja, dan ben ik al settled. Dan hoef je de rest eigenlijk niet eens meer de trailer te laten zien. Prima. Ja, met magic. Doet hij altijd leuk. Ja. Daarom. Hey, we hebben ook nog een andere DC Nice. Trailer. En ik moet zeggen, ik heb de concept art gezien van Aquaman en die vond ik echt kietserig tot en met. Echt bizar. Dus ik ben heel benieuwd wat die trailer nu ik gaat. Ik denk dat de man die Maze Runner nooit zou kunnen erkennen ook nooit Aquaman zou kunnen. Nee, ik denk het ook niet. We gaan het checken. My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. But life is a way of bringing people together. We could unite our worlds one day. Check it out. Arthur is talking to the fish. Oh, let me go. They made me what I am. Permission to come aboard. I've been looking for you. Your half-brother, King Orm, is about to declare war upon the surface world. The only way to stop this war is for you to take your rightful place as king. Trust me, I am no king. You do your best thinking when you're not thinking at all. That was the worst pep talk ever. You might want to strap in. Welcome home. My brother has come from the surface to challenge me for the throne. I call it an ass whooping. I'm no leader. I came because I had no choice. I came to save my home and the people that I love. You think you're unworthy to lead because you're of two different worlds? That is exactly why you are worthy. That was awesome. The war is coming to the surface. And I'm bringing the wrath of the seven seas with me. We're here. What are you doing? Wait, wait, wait. You should have a parachute. Redheads, you gotta love them. Carl Drogo, toch? Of niet? Ja. Jason Momoa. Ja, weet je, ik wil dingen niet afschieten voordat ik het al gecheckt heb. Nou, maar weet je wat het is? Straks mis ik iets door het nu al af te sabelen. Dus ik wil hem wel echt checken. Zo ben ik wel altijd met dat soort dingen. Ik ga ook wel kijken. Ja, maar natuurlijk, het is superhero shit. Dus ja, we moeten wel, we zijn nerds. Maar precies. Dit is zo campy, zo corny, fucking... Weet je wat we net zeiden over die wereld van Anita? Ja. Hoe heet ze? Alita? Alita. Barrel Angel, wat ook echt een vreselijke naam is, maar dat je daar zit een hele vette, eigen, authentieke, geartdirecte sfeer. Ja. Dit is toch, je kan het toch niet erg, dit is toch erg, dit. Als je dit ziet, dan denk je toch van, wie de fuck heeft dit verzonnen? Wat voor een soort van kind op LSD heeft dit bedacht? Ja, maar los daarvan, weet je, nou, nogmaals wat ik zeg, het is niet een setting die ik echt compleet kut vind. Ik vind het idee van een wereld onder water namelijk fascinerend. En ik heb zoiets van, ja, hoe zet je dat geloofwaardig neer?
mijn houding naar de trailer is, waarschijnlijk kom ik terug en dan heb ik een lijst met dingen dat ik zeg, ja, waarom hadden ze dat? Waarom hadden ze dat? Maar ja, nogmaals, weet je, straks zit er wel een kwaliteit in. Nee. En dan geef ik mezelf dat niet, gun ik mezelf niet om daarvan te genieten, omdat ik het nu al heb afgekregen. Nee, dat vind ik ook weer zonde. Ja, tuurlijk, ik ga het ook niet af. Als in, ik schiet het wel af, ik ga het wel kijken om er gewoon echt naar te lachen. En ik ben een groot fan van Carl Drogo geweest. En, ja? Maar kijk dit nou, wat is dat voor een domme mier? Hoe kom je erop? En deze on... Nou, jongens, dit is echt belachelijk. Mensen op haaien, dat is toch dope, man? Nee, ja, dit idee daarvan kan cool zijn. Maar Dino op deze manier dan, is uitgewerkt. Nou, wat het voor mij vaak doet... Doe even normaal, man. Wat het voor mij vaak doet, is de corny taglines die tussendoor kwamen. Jij was ook al van... Ik weet niet of je die trailer vaak hebt gezien, maar je was al van tevoren zei al wat ze gingen zeggen. Ja, tuurlijk, ja. En dat zeiden ze. En daar, dat is mijn grootste hekel, zeg maar, in elke film. Ja. Is dat je het al van een mijl van tevoren ziet aankomen en het blijkt nog precies dat te zijn ook. En daar heb ik meer angst voor dan... Maar jij hebt ook een hekel aan paarse lasers, weet je? Ja, dit is een paarse laserfilm. Ja, daar heb je hem. Ja. Dit is een paarse laserfilm. Ja. Dit is Halo, maar dan nog minder... weet je, de Halo is nog serieus. Dit is niet eens meer serieus. Dit. Nee, dat is waar. Dus, maar goed, I don't know, man. Ik ben niet hyped, nee, maar ik ga hem wel kijken. We hadden nog een hele shitload aan trailers. Bijvoorbeeld van Netflix, Orange is the New Black seizoen 6. Nieuwe Fantastic Beasts. Disenchantment, die serie van de makers van de Simpsons, van Matt Groening. Hebben we al een keer laten zien. Fantastic Beasts is, we hebben het al over teen fiction gehad. Dus we gaan het ook niet daarover hebben. Godzilla besparen we voor de volgende keer. Want ik wil er nog eentje laten zien. En daarna sluiten we hem af. En dat is Glass. De eerste echte trailer van Glass. Oh, oké. Okay. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. The three of you've convinced yourselves you have extraordinary gifts like something out of a comic book. David Dunn, the only person to survive that train wreck all those years ago. What do you do? I'm in security. You think you have superpowers? It's a feeling. Vision. I have to touch them. You believe you are a protector. My name is Patricia. I have no question. There are 24 identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, senora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The beast is coming any minute now for you guys. But what I am questioning is your belief that you are something more than human. And yet, it is true. My bones break easily. I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, Mister. Last name, Glass.
Hype. What? Hype. Dit is toch dik, dit? Het is wel heel dik. Ik wist helemaal niet dat het gewoon door zou gaan na het Unbreakable, naar die film. Split is in hetzelfde universe. Ja, en dat is stom dat we dit, dat je die film nog niet hebt gezien en dat we dit nu laten zien. Kijk maar, die trailer is out in the open. Maar inderdaad, toen Unbreakable werd gemaakt, denk ik niet dat een van de slechtste directors ooit, M. Night Shyamalan, dit voor ogen had. Nee. Maar die heeft, ik denk 2 jaar terug, heeft hij Split gemaakt. En nou, ik zal niet te veel spoilen, maar eigenlijk is dit al een grote spoiler. Het is in ieder geval inderdaad, laat ik niet zeggen hoe het gebeurt. Want het is heel subtiel ook op het eind. Maar blijkt dus inderdaad dat hetzelfde universe is. Ja. En gaat hij hier nu Glass maken wat dit samenbrengt. En ik vond Unbreakable tof. Ik vond Split echt heel erg tof. Dus die raad ik je dan aan. Ja, dit kan echt heel erg vet worden. Ja, ik ben ook hyped ervoor. Maar het idee van een guy met botten van glas die constant breken, waar ken ik dat nou van, man? Dat is Unbreakable. Is dat alleen Unbreakable? Mr. Glass, ja, weet ik niet. Dat ik, volgens mij, er was nog een bad guy of een good guy die daar last van had. Maar ik weet even niet meer, die heel broos was, maar wel, nou ja, whatever. Dat is wel een conventie misschien wel. Maar ja, ik ben een Willis fan. Dat is dope. Ik ook. Samuel. Zeker weten. Samuel ook. Ja, ik ben ook een groot fan van. Waar kun je dan nog falen? Hij staat hier op een ding. James McAvoy vind ik ook een hele heel goed. Maar inderdaad, hij is al goed. Heel hè? Goed maar in die rol. In die rol. Mij, maar in die ding is nog beter. Hij speelt iemand met een gespleten persoonlijkheid. Ja. En hij doet het echt best wel goed. Het ligt wat overdreven bovenop. Maar het is heel knap hoe hij van het ene extreem. Van een soort drag queen switch naar een vrouw. Killer, of naar een kind. Ja. Wat ook is echt knap gedaan. Dat, nice. Dus ga hem checken. Fucking vet. En laten we ook deze hele lange Film Kings gaan afsluiten. Thanks dat je er was. En misschien ben je de volgende keer weer bij. En we hebben nog heel veel trailers die van de San Diego Comic-Con of de New York Comic-Con, ik weet het eigenlijk niet, San Diego Comic-Con komen. Maar die komen misschien een andere keer nog wel langs.